Podcast Pro. Hoi, leuk dat je weer luistert naar onze podcast Proost. En in deze podcast leren je van alles over het gebruik van alcohol. In de aflevering van vandaag gaan we het hebben over de gevaren van alcohol. In het verkeer, voor je gezondheid en andere ongelukkige situaties die daarbij horen. Uiteraard gingen we in gesprek met onze deskundigen om precies voor jullie uit te zoeken wat de gevolgen zijn van deze situaties. Verder spreken we met mensen die ervaringen hebben gehad met alcohol achter het stuur. Over andere gekke dingen die we weer mee hebben gemaakt met alcohol. Daar gaan we weer bij. Oké, jongens, we beginnen met de vraag natuurlijk. Wat drinken we vandaag? Naomi, zullen we bij jou beginnen? Ik zit een keer aan de witte droge wijn. Ik dacht, doe ik weer wat anders. Ik heb een light cocktail, dus ik dacht ik ga niet te veel drinken, maar er zit wel vodka in en 7-Up en een stukje citroen. Maar wat is er dan light aan? Ja. Nou, dat ik niet te veel vodka erin heb gedaan, want ik wil niet te dronken worden tijdens het opnemen van de podcast. Jullie hebben dit niet gezien, gewoon... maar ze heeft daar halve fles vodka in het glas gegooid. Nou, het is vandaag best wel een regenachtige dag en ik hou er al echt heel erg veel van koffie met Baileys. Het is echt, bij mijn huis lachen ze me ook heel hard uit om die verslaving. Dus ik drink lekker mijn koffietje met Baileys. Nou, ik zit vandaag aan een lekker rood wijntje, een Malbec. Heerlijk. Malbec? Malbec. Malbec girl. Wij doen natuurlijk allemaal de studie journalistiek. En in het tweede jaar van onze studie hoort daar een reis naar Brussel bij. Nou, superleuk. Helemaal naar ons zin. We hadden er lang naar uitgekeken en we waren in Brussel. En in Brussel hebben ze heel veel leuke speciaal biercafeetjes en zo. Maar die zaten allemaal vol. Het was echt super druk daar. Dus ik weet nog, volgens mij hebben we toen op een kamer of zo, zijn we toen gaan drinken. Ja. En, oh nee, jawel, we waren op een kamer aan het drinken. Maar toen gingen we daarna nog naar het centrum. Maar we wilden niet allemaal mee. Naomi wilde niet mee, volgens mij, toch? Nee, Naomi ging niet mee. Ik had te veel wijn op. Ja. Dus... Het was een hotelkamer met een tweepersoonsbed en daarnaast een stapelbed. Ik lag in het stapelbed en Naomi en Romé lagen in het tweepersoonsbed. Dus nou, wij nog Brussel in gegaan, even een speciaal biercafeetje opgezocht. Dat is zo'n bruin oud cafeetje, superleuk. En we kwamen terug en we gingen liggen en ik lig eindelijk. Ja, we hadden al best wel veel op. En Romé zegt en ik tegen mij, Jos, Naomi is weg. Ja, ik kwam die hotelkamer in en ik zie niemand in dat bed liggen. Nee, waar is Naomi? Oh, hoe dan? Want we hadden op een andere kamer wat gedronken. Maar wij waren al weggegaan. En Naomi zei, ja, ik ga wel naar mijn eigen kamer. Dus wij dachten, ja, misschien nog op die andere kamer dan. Dus wij naar die andere kamer. Hey joh, met jongens was dat. Hey jongens, ligt Naomi bij jullie nog? En zij dachten, huh? Naomi bij ons? Nee, hoezo? Nou, wij in paniek. Ja, wij appen, mensen appen. Jongens, hebben jullie Naomi gezien? Meer dan 60 appjes in de groepsapp. Ah. Ja, en ik dacht op een gegeven moment, nou, weet je, het zal wel. Maar ik was zo moe, ik ging maar gewoon slapen. Ja. Maar en toen? Ja, nou, ik... ik was dus van de... ik kan het niet eens vertellen, het is echt zo beschamend. Nou, ik was naast het bed gaan liggen, op de grond. Ik weet niet waarom. Maar ik lag dus precies tussen het bed en de muur. Waardoor je niet kon zien dat er iemand naast het bed lag. Dus ik lag dus helemaal in mijn deken gewikkeld op de grond. Ja, maar ik werd wakker. En jij ligt in één keer in dat bed. En ik zeg, waar was jij gisteravond? En dan zei ik, nou, ik was uit bed gevallen. Maar het ergste was nog. Dat dus de volgende ochtend in de ontbijtzaal, waar de rest van onze studiegenoten zaten, dat verhaal rondging. Dat ik dus uit mijn bed was gevallen. Maar er werden allemaal verhalen omheen verzonnen. Ik wou net zeggen, volgens mij heb ik ook iets gehoord over vermissen. Waar is Naomi? Want we waren echt in paniek. We dachten echt, waar ben je? Ik lag gewoon naast het bed. En de rest van de reis waren wij wel de groep die het meest dronken. Ondanks dat we dat niet waren. Nou, we hebben het nu wel gehad een beetje over wat grappige, lollige dingen die er kunnen gebeuren met alcohol. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon dingen die echt best wel serieus zijn. En ja, daar kun je niet echt om lachen. Dat is gewoon best wel gevaarlijk. Ja, want jij sprak met een meisje toch? Die met alcohol achter het stuur was gegaan? Ja, dat is een meisje en ik heb contact met haar gehad. En zij heeft wel eens vaker auto gereden terwijl ze best wel wat had gedronken. Dus ik heb een interview met haar gehad daarover en waarom ze dat heeft gedaan en wat ze ervan vond eigenlijk. Ja, ik ben benieuwd. Nou, ik heb begrepen dat jij wel eens onder invloed hebt auto gereden. Kun je daar iets meer over vertellen?
Zeker. Ik kan me in ieder geval twee momenten herinneren dat ik dronken heb gereden. Het is natuurlijk lastig, want je herinnert je minder als je gedronken hebt. Dus ik denk dat het misschien ook wel een derde keer was. Maar dat is zo vaag, dat kan ik niet helemaal meer plaatsen. Eén keer was met een paar vrienden. Toen waren we thuis een biertje aan het drinken en een spelletje aan het doen. Toen wilden we een ander spel doen. En we waren op dat moment bij de ouders van een van mijn vrienden. En dat spel lag bij hem thuis. Dus zijn we met de auto van die moeder, die op dat moment niet thuis was, zijn we daarin gereden. Ik was de enige met een rijbewijs. En iedereen was natuurlijk al goed dronken. Dus zijn we dat op gaan halen. Dat was 300 meter rijden ongeveer. Dus maar alsnog heel spannend en heel hard de muziek aan. En echt heel erg heel cliché daarin gereden en weer terug. En het ging op zich allemaal heel goed. Het was best laat, er was niemand op straat. Niet altijd het goed praat op die manier. De andere keer was met een vriendin, zijn we naar de stad gegaan. Daar ons lekker uitgeleefd een paar uur. En rond 4 uur ben ik teruggereden naar mijn huis. En hebben we gelukkig wel hier geslapen. En is zij niet zelf nog doorgereden naar haar huis. En hoe ver was dat van de stad naar jouw huis? Ik denk dat dat een kilometer is misschien. En het was 3 minuten rijden of zo. Ja. 4 uur 's nachts. En het leek ons toen het slimste idee. Of dat zo is. Maar heb je er dan op dat moment, denk je er dan niet heel goed over na, denk ik? Als je heel dronken bent, dan kun je er niet meer echt misschien goede keuzes maken? Nou, dat speelt zeker mee. En ik word altijd een beetje baldadig als ik dronken ben. Dan moet ik altijd laten zien dat ik alles kan. En ik zal ook overal opklimmen en iedereen aanvallen. Dus het is ook een beetje een macho dingetje. En we wilden gewoon snel thuis zijn. Het was koud. Dus ik denk dat we daarom die keuze hebben gemaakt. Als ik niet gereden had, had zij gereden. En was het net zo goed hetzelfde verhaal eigenlijk. En hoe lang, als je er nu op terugkijkt, voel je dan, denk je van, eigenlijk best wel dom? Of... Hoe ik erover nadenk is dat statistisch gezien zijn de meeste ongelukken die gebeuren, gebeuren in de ochtendspits. Omdat mensen over het algemeen het slecht draaien als ze slecht slapen. Of dat staat in ieder geval gelijk aan redelijk dronken achter het stuur kruipen. En het verschil daarbij is dat het in de ochtendspits natuurlijk heel erg druk is. En 's nachts op straat is er eigenlijk niemand. Dus qua kansberekening heb je minder kans om iemand aan te rijden als je dronken 's nachts naar huis rijdt. Ja, en als ik zo naar je luister, dan klinkt het niet alsof je heel erg spijt hebt. Of dat je niet echt dacht aan wat er had kunnen gebeuren. Nou, op dat moment zeker niet. Ik denk dat ik meer dacht aan, wat gaan we straks nog drinken en wat gaan we straks nog doen. En ik denk dat dat meer... Meer aan de plezierfactor in plaats van de risico. Ik ben gewoon wel iemand die denk ik veel risico's neemt. Daar niet echt bang voor ben. Ik vind het moeilijk om te zeggen dat ik er spijt van zou hebben. Want er is niks gebeurd. Ik heb iets gedaan wat wettelijk gezien niet mag. Ja. Maar ik heb daar niemand schade mee aangedaan. En natuurlijk zou het heel erg zijn als ik iemand had aangereden. En dat, daar wil ik ook niet te veel bij stilstaan. Maar dat wil je natuurlijk kosten wat het kost voorkomen. Maar ik heb er geen spijt van wat ik gedaan heb. Zeg maar. Okay. Maar je zegt het kost wat het kost vermijden, ja. Maar dan ga je natuurlijk niet met alcohol achter het stuur. Nee, dat klopt. We hebben het wel ook over een periode die... Nou, ik ben nu 24 en ik was toen denk ik 21. Dus dat ook alweer, weet je, daar komt ook een stukje volwassenheid bij kijken. Ik denk dat ik het misschien nu minder snel zou doen. Op dat moment had ik ook geen fiets. Dus misschien was het anders geweest als ik een fiets had gehad. Ja. Nou, je zegt dat je het nu misschien niet zou doen. Dus er is wel een kans dat je het nu ook nog zou kunnen doen. Zeker. En als het gaat om... er is natuurlijk ook wel een wezenlijk verschil tussen heel dronken zijn en een paar biertjes hebben gedronken. Want ik zou zonder na te denken, als ik 2 biertjes heb gedronken, zou ik gewoon ergens heen rijden. Ja. Dat zou... Ja, dat zoveel vertrouwen heb ik in mijn rijvaardigheid wel, dat het dat niet veel uitmaakt. Oké. En als je wel eens op het nieuws hoort of zo, dat er dus mensen zijn overleden door mensen die dronken achter het stuur kruipen, voel je daar dan wat bij? Het is heel makkelijk om te zeggen dat alcohol dan per se de factor is die dat zo gemaakt heeft. Het kan natuurlijk, je hebt natuurlijk ook mensen die elkaar aanrijden zonder dat er überhaupt drank in het spel is. Ja. En er zijn ook gewoon mensen die slecht kunnen rijden. En zoals ik zei, je rijdt gewoon even slecht als je slecht geslapen hebt. Maar als we kijken naar dat er waarschijnlijk de alcohol wel in die gevallen de oorzaak was. Ja, natuurlijk. Als dat natuurlijk zijn er gevallen. Is. Ja. Natuurlijk is het erg. En natuurlijk is, zou het niet... je had het kunnen voorkomen. Dat is het ergste daaraan in principe. En iedereen schat zichzelf natuurlijk zo in dat jij nooit degene zal zijn die zoiets zal doen. En zo schat ik dat ook een beetje in. En ik denk wel dat ik nu niet meer echt dronken zou rijden. Maar ik denk dat ik nog steeds best snel achter het stuur zou kruipen met een drankje op.
Ja, er is natuurlijk wettelijk vastgesteld dat je tot en met 2 drankjes mag je nog rijden in principe. Jonge bestuurders mogen dat niet, mogen helemaal niks gedronken hebben. Daar ben ik het op zich ook helemaal mee eens, gewoon om een voorbeeld te stellen. Alleen drank werkt natuurlijk ook op het ene persoon anders dan op de andere persoon. Sommige mensen rijden heel onzeker en worden van alcohol zekerder. En ik denk dat die mensen misschien juist beter rijden door alcohol. Alleen daar kunnen we natuurlijk nooit wat over zeggen. Nee, ik denk dat ik een van die mensen ben. Ik denk over het algemeen dat er natuurlijk een veel grotere kans is dat er iets fout gaat als je dronken bent. Ik denk dat je, omdat je remmen zijn gewoon zo anders. Zeker. Natuurlijk. Dus ik denk dat er meer kans is dat het slecht gaat dan dat het goed gaat als je hebt gedronken qua auto. Oh ja, absoluut. Alleen is het natuurlijk wel per persoon is het verschillend. En het dronken rijden is wat anders dan met een drankje oprijden. Ja. Als ik een wijntje heb gedronken bij een verjaardag, dan ja. Dan kan ik nog steeds naar huis rijden, vind ik zelf. En iemand anders mag dat niet vinden. En dat is prima. En als ik daar een bekeuring voor krijg, sta ik daar ook achter en betaal ik die. Nou, heftig. Ik vind het best wel chockerend dat je met zo'n mindset in de auto gaat zitten, überhaupt. Ja. Ja. En het laat ook gewoon zien dat je dus heel anders denkt als je hebt gedronken. Heel coulant erover, denk ik. Ja, ik vond dat ze heel vaak tegensprak, zeg maar. Aan de ene kant zegt ze, ja, ik ben heel baldadig als ik dronken ben en dan wil ik laten zien wat ik kan. En, maar aan de andere kant zegt ze, ja, maar ik zou het nu niet meer zo snel doen, maar ik zou wel weer met een wijntje op. Dus het is wel of niet in mijn hoofd. Hebben jullie zelf een rijbewijs? Nee. Ja. Nou, ik heb bijvoorbeeld ook geen rijbewijs. En ik kan me er heel moeilijk bij voorstellen dat je dit zou doen. Ja. Zodat je die overweging maakt van, goh, ik heb gedronken. En ik ga dus nu in een auto stappen. Ja. En nou helemaal als het een kilometer is, weet je wel. Ja, of 500 meter. Ja, lopen even heen, inderdaad. Nou, ik heb wel... ik was op een bruiloft. Nou, nu komt het. Ja, nu komt het. Ik was op een bruiloft en... in Groningen. En ik was er met mijn vriend in de auto heen gegaan. En we waren op die feestlocatie met de auto. En we zouden teruggaan met de taxi. Dus de auto zou daar blijven staan. En ik had al wel wat gedronken. Was allemaal binnenlands gedestilleerd. Dus aan de Côte d'Avieux. En toen gingen we weg. En toen zag ik dat de auto helemaal achter in de parkeerplaats stond. Omdat het natuurlijk al best wel druk was. En ik dacht, het is chiller om het zo dicht mogelijk bij het gebouw te hebben voor morgen. Dan staat het ook weer wat meer beveiligd en camera's. Omdat hij helemaal ergens achterin, achter een hoekje staat. Maar ik had al best wat gedronken en mijn vriend had geen rijbewijs. En ik dacht, ja, het is de auto van mijn ouders. Ik ga niet iemand anders in laten rijden. Maar ik had best wel wat op. Nou, ik scheet 7 kleuren in mijn broek, jongen. Ik vond het zo eng. Die hele parkeerplaats was leeg. Echt, die hele parkeerplaats was leeg. Ik ben echt met 5... Oh, er stonden dus niet heel veel andere auto's. Nee, wij waren allemaal al naar huis. En wij zouden zo worden opgehaald met de taxi. Maar ik dacht, ja, ik wil die auto daar niet laten staan op die plek. Oh, shit. Jeetje. Ik ben echt met 5 km/u met van die krampachtige handjes op het stuur ben ik naar een andere plek gereden. En echt, oké, Romee, rustig, kalm, gaat goed. En dat ging uiteindelijk wel goed, maar het is zo eng. Ik vind het zo eng. Ja. Ja, dus ik snap deze houding totaal niet. Nee, ik kan me er ook heel moeilijk wat bij voorstellen. En ook bepaalde dingen die ze zegt. Dan denk ik, ja, klopt het wel? Eigenlijk moeten we dat gewoon even uit gaan zoeken. Ja. Ja, vooral dat met dat slaaptekort achter het stuur. Ik weet helemaal niet, ik denk niet dat dat waar is. Nee, dat slechter kan ik me niet voorstellen dat dat slechter is dan dronken even een rondje rijden of en wat dan ook. En ik snap ergens wel waar ze vandaan komt, dat ze zegt, ochtendspits, het is natuurlijk veel drukker op de weg. Maar dat neemt niet weg dat het risico zoveel verhoogt. En waarom zou je chill in de auto boven de veiligheid en het risico van het leven van iemand anders stellen? Dat vind ik echt heel kwalijk. Ja, waarom zou je het überhaupt riskeren? Ja. Nou jongens, weten jullie wat? Ik ga het voor jullie uitzoeken. Lekker. En ik werk voor de afdeling preventie. En preventie is eigenlijk de afdeling die zich bezighoudt met het voorkomen van problemen op het gebied van alcohol, drugs, gamen, gokken. Dus ik geef voorlichtingen, ik geef deskundigheidsbevorderingen. Dus ik kijk naar mensen hoe we kunnen voorkomen dat je in de problemen raakt door bijvoorbeeld in dit geval alcoholgebruik. En waardoor denk je dat mensen vaak in de problemen raken?
wat dat betreft? Ja, eigenlijk door verschillende dingen. Het kan natuurlijk, ik zeg altijd, een beetje uit de hand gelopen zijn. Hè? Mensen houden van een wijntje of een biertje of iets. En dan gaan meer drinken en iedere keer meer. En dat bouwt tolerantie op en dan kan het uit de hand lopen. Maar goed, wat we eigenlijk heel vaak zien bij mensen die natuurlijk bij ons in behandeling komen. Want iedere zorg, ik werk voor de afdeling preventie, maar we hebben natuurlijk ook een behandelafdeling. Daar komen natuurlijk mensen die in de problemen zijn gekomen door alcohol. Waarbij vaak wel andere dingen erachter liggen. Dat ze het eigenlijk gaan gebruiken met een functie. Ja. Dat ze niet net in hun pijl zitten en dat ze daarom gaan drinken. Of dat ze dingen hebben meegemaakt die ze niet goed verwerkt hebben. Die ze willen verdoven door de alcohol, zeg maar. Rijden onder invloed is een ding van hè, mensen nemen van tevoren voor. Ik ga er maar twee drinken. Want dat mag nog binnen de wet bijvoorbeeld. Hè, of jongeren natuurlijk één zelfs. Dan nemen ze dat voor. En dan denken ze, maar als ik nog wel 2 uurtjes langer blijf, kan ik er nog eentje drinken. En dan gaan ze berekening maken en ondertussen worden het er 4, 5. En dan zijn ze zo onder invloed dat ze niet meer nadenken, goh, kan ik nog in die auto stappen? Is dat verstandig? Ja, dat besef is even weg. Dus onder invloed maak je andere keuzes. Je gaat zoenen met een jongen waarvan je later denkt, oh help, heb ik daarmee gezoend? Zou ik eigenlijk liever een jump nooit doen. Ik zie wel eens dat jongeren onder invloed een te-koop-bord bij de tuin van de buren in de tuin zetten. Ja, zulke soort acties gebeuren ook gewoon onder invloed. Sommige dingen zijn heel grappig natuurlijk. Ja. Maar sommige dingen zijn gewoon wel echt riskant. Dus alcohol heeft invloed op keuzes die je maakt, op je gedrag, hoe je gedraagt. Dus Ja. En is het ook zo dat je bijvoorbeeld, als je heel veel alcohol drinkt, of vanaf dat je jong bent, dat je er een soort van tolerantie voor op kan bouwen? Ja, de tolerantie opbouwen bij jongeren. Tolerantie is natuurlijk iets wat, gewenning noem je dat ook wel. En wat je ziet bij jongeren, als ik een jongere vraag, kom, weet je nog, toen je pas begon met drinken, naar hoeveel glazen je het voelde? Nou, de meeste jongeren zeggen, ja, na een glas of 2 voelde ik het wel een beetje met mijn benen en voelde ik wel een beetje dat ik iets ontspannender werd, hè? En dan spreek ik jongen en ik zeg, Paul, Arnie, hoe is dat nu dan? Als je er nu 2 gedronken hebt, voel je dat dan nog steeds in je benen? Nee, daar heb ik wel 6 voor nodig, weet je wel? Dus je ziet dat mensen, als je geregeld drinkt, dan raakt je lichaam gewend aan de alcohol. En bouw je dus gewenning op, waardoor het langer duurt om hetzelfde effect te bereiken. Dus je hebt eigenlijk steeds meer alcohol nodig voor hetzelfde effect. En dat is eigenlijk het automatisme over wat er gaat gebeuren. Is dat je dus automatisch meer gaat drinken om hetzelfde effect te bereiken. En dat is natuurlijk gelijk ook weer het risico. Ja. Dat je er nu 6 nodig hebt om het te voelen, heb je er al een half jaar misschien 8 nodig. En wanneer ben je dan, wanneer is er een verschil tussen tolerant en verslaafd? Ja, verslaving heeft natuurlijk met meer aspecten te maken. Hè. Tolerantie is iets wat iedereen opbouwt. Weet je, toen ik student was, kon ik meer hebben dan nu. Dus op een gegeven moment kan je tolerantie ook weer afbouwen. Ik bedoel, dat bouw je op of dat kan ook weer minder worden. Mm-hmm. En wanneer raak je nou verslaafd? Ja, dat heeft natuurlijk, die mensen zijn behoorlijk tolerant, natuurlijk, want die hebben aardig wat tolerantie opgebouwd. Ja. Maar dat heeft met veel meer dingen eromheen te maken. Ik zeg, bij de verslaving heeft het echt te maken, dan heeft de alcohol veel meer invloed op alle aspecten in hun leven. Dus dan heeft het invloed op de dagbesteding, op de dag- en nachtritme, op slapen, op je gezondheid, op vaak op werk al, of op relaties die je hebt, op geld. Bij verslaving gaan de problemen eigenlijk in al die levensgebieden gaan die al ontstaan, zeg maar. Dus dan gaat het niet meer alleen om het drinken, maar dat effect is veel groter. Ja, dus dat trekt zich door op je hele leven. Dus op ieder aspect van je leven heeft het dan invloed. Kan ik het zo zeggen? Oké. Okay. Ja. Zien jullie dan ook een stijging van jongeren die verslaafd zijn aan alcohol? Wat zeg je? Een stijging van jongeren? Ja, weet je, verslaving van alcohol is iets wat over het algemeen best wel lang duurt. Dat gaat niet zo snel als bijvoorbeeld bij speedgebruik. Bij speedgebruik kan het echt heel snel gaan. Bij alcoholgebruik duurt het wel vaak iets langer voordat er echt sprake is van verslaving. En bij jongeren is dat natuurlijk best wel lastig, omdat we vaak bij jongeren zien dat ze het drinken beperken tot bijvoorbeeld de donderdag, de vrijdag, de zaterdag en de zondag. Hè? Want dan hebben ze begint het weekend te vieren, het studentenleven. En het begint en dat die andere dagen drinken ze dan vaak niet. Dan denk je van ja, is er wel sprake van verslaving? Want ze drinken 3, 4 dagen al niet. Hè? Mm-hmm. En
maar dan of je het echt verslaving noemt, je kan het wel problematisch gebruik noemen, zeg maar. Ja. Omdat er wel vaak al wel wat problemen ontstaan. Omdat als je zou zeggen, goh, zou je er makkelijk kunnen redden om ook die 4 dagen, een paar weken niet te drinken, dat gewoon heel veel moeite gaat kosten. En ja, dat het dan soms toch ook wel invloed heeft op bijvoorbeeld studieresultaten, of over geld, of noem maar op. Dus dat is wel al echt het begin van een verslaving. Terwijl, ja, de aantallen kunnen natuurlijk wel ongezond hoog zijn, hè. Want soms heb je ook studenten die misschien maar 1 keer in de week drinken. Maar die drinken dan 20 glazen, ja. En dus mee behoorlijk hard werken, zeg maar, hè. 20 glazen al breken, is die behoorlijk goed mee. Ja, maar je ziet dan toch ook dat bijvoorbeeld door giftige stoffen, die dus in de alcohol zitten, dat je bijvoorbeeld, heel veel mensen weten niet dat als je een rood hoofd krijgt, dat een verschijnsel daarvan is. Zijn er nog meer, ja, van dat soort verschijnselen waaraan je dat dan kan merken? Van gewoon, nu drink ik eigenlijk te veel? Ja, je merkt natuurlijk lichamelijk dat mensen onvast op de been worden. Ja? Dat het evenwichtsorgaan niet meer nog goed werkt. Hè? Je merkt dat ze soms met een dubbele tong gaan praten. Dat zijn wel dingen die je natuurlijk merkt. Mensen die zijn niet meer reactievermogen, is natuurlijk zeker bij rijden onder invloed een van de belangrijkste effecten die je merkt waardoor rijden onder invloed zo gevaarlijk is. Mm-hmm. Mensen reageren vertraagd, ze zijn niet zo snel, ze zijn niet zo alert. Dus er zijn, ja, veel dingen. Je hartslag gaat omlaag, hè? Je raakt sneller onderkoeld. Waarom zien we jongeren die in coma raken? Vooral in de winter zien we dat best wel echt riskante situaties, omdat jongeren dan uit de kroeg komen, hartstikke warm zijn, hè, oververhit, gaan naar buiten, voelen zich niet lekker, gaan buiten op de grond zitten omdat ze zo warm hebben niet door dat de grond ijskoud is, raken soms buiten bewustzijn, onderkoeld zijn, zo komen ze soms in het ziekenhuis terecht, onderkoeld, lage bloeddruk, lage hartslag. Hartstikke gevaarlijk. Ja, heel gevaarlijk inderdaad. En je noemde, ja, net al even dat rijden onder invloed. Daar hebben we het al even over gehad. Maar we hebben een meisje gesproken. En zij heeft dus met alcohol op achter het stuur gezeten. En zij deed de volgende uitspraak. Ze zei dat alcoholrijden volgens haar niet minder gevaarlijk is als vermoeid of moe achter het stuur zitten. Nou, ik geef ook een cursus, zeg maar, aan jongeren die onder invloed krijgen, maar die hun rijbewijs gratis kunnen krijgen, zeg maar, door een cursus te volgen. En dan heb ik het natuurlijk over de gevolgen van rijden onder invloed. Nee. Want je kan dus naar zo'n eenmaalcursus. Nou, die kost 700-800 euro. De boete kost ook vaak dat nog wel eens. Je bent je rijbewijs voor een jaar kwijt. Als je een paal hebt aangereden of moet je die ook vergoeden. Je auto wordt uit de verzekering gegooid. Je auto die totaal los is, wordt niet meer vergoed. Dat zijn dingen wat mensen natuurlijk niet beseffen op het moment dat ze in die auto stappen. Ze denken, ah ja, een boete. Ja. En denken ze. Het is zoveel groter. En je bent echt, ja. Andere mensen, hun leven zijn eigenlijk afhankelijk van jouw gedrag op dat moment. Ja. Ja. Ik zeg altijd, jij speelt met het leven van anderen. Hè, op dat moment dat jij onder invloed in die auto stapt. Dus, en dat is iets, dat probeer ik dan toch mensen uit te leggen. Van, je moet niet, maar dat is het punt, hè, van het korte termijn denken weer bij jongeren. Waarom gebeurt het bij jongeren vaker onder invloed rijden? Meer nog dan bij ouderen. Bij ouderen gebeurt het ook, hoor. Maar die denken aan dit korte termijn. Ik kom wel van A naar B. Het is rustig. Een argument kan zijn, het is stil op de weg. Of een ander argument kan zijn van, goh, ik ken ieder hobbeltje, ieder bochtje ken ik. Maar je weet niet of er onverwacht een fietser is. Of een knijntje wat oversteekt. Of een wegwerkzaamheden die er gisteren nog niet waren. Dat weet je niet. En je ziet er zoveel dingen gebeuren. Ja, als je zo'n filmpje hebt gezien, volgens mij moet het dan vrij duidelijk voor je zijn dat rijden onder invloed echt hartstikke gevaarlijk is. Ja. Vooral je reactievermogen. Ik zeg, die reactievermogen is een ding, eigenlijk het allerbelangrijkste aspect. Ik doe wel eens een pollepeltest. Nou, je neemt de pollepel tussen wijsvinger en duim. Dan laat je hem vallen en je pakt hem met je hand. Dan moet je heel snel zijn, dan heb je hem algemeen als je nuchter bent. Als je dit met 3 glaasjes bier op doet, zou je een keer moeten uittesten, dan zul je zien dat je misgrijpt. En dat gaat over een fractie van een seconde, hè? Ja. Maar een fractie van een seconde laten remmen in een auto is zo een paar meter. En een paar meter, als daar net een meneer met een hond loopt, of een fietser zonder licht rijdt, dan ben je te laat. Dan heb je hem aangereden. En het argument van, ja, het is net zo gevaarlijk als moe zijn. Ja, moe zijn is ook heel gevaarlijk, hè? Tuurlijk, die mensen laten ook steken vallen. Dus
dat is ook gevaarlijk. Maar rijden onder invloed is iets waar jij invloed op hebt. Ja, vermoeid rijden ook. Je wil niet iemand doodrijden of in het ziekenhuis laten belanden, doordat jij die keuze hebt gemaakt om onder invloed die auto in te stappen. Dus ik vind dat wel een hele grote, heel makkelijk je verantwoordelijkheid naast je neerleggen. Ja, dat is hetzelfde als moe zijn. Ja. Nee, jij drinkt en dat heeft invloed op je rijgedrag. Nee, dus het is niet voor niet dat de wet zo streng is, hè? Ja, ik kon mij persoonlijk hier veel beter in vinden. Ik vond het ook gewoon eigenlijk heel erg logisch wat ze vertelde. Ja, ja, logisch inderdaad. Nou, haar conclusie is gewoon dat dat eigenlijk... Onzin is, toch? Ja, wat Julia zei. Dat gaat niet hand in hand met elkaar. Ja. Dus dat die uitspraak die zij heeft gedaan, dat klopt gewoon niet. Ik vond het ook heel mooi dat ze eigenlijk dezelfde argumenten gebruikte die Julia ons gaf. Voor mensen die ja, maar... weet je, heel erg dat korte termijn denken. Dat zie je gewoon heel erg terug. Wat gaan we zo drinken? Ah, maar ik ben zo thuis. Ja, en precies. Niet het lange termijn denken. Van, hé, ik moet zo meteen een boete betalen. Die Julia dus blijkbaar wilt gaan betalen. Ja. Maar je auto is kapot. Iemand ligt in het ziekenhuis. Schadevergoeding. Ja. Echt een groot probleem. Als dat gebeurt. Ja. En als je aangehouden wordt. Want dan ben je ook gewoon je rijbewijs voor een jaar kwijt. En inderdaad, er kan zomaar een fietser even de hoek omkomen. Of er is inderdaad misschien iets met de weg. Je weet het gewoon niet. En dat is zoveel gevaarlijker als je hebt gereden en je remmen gewoon veel langzamer zijn. Het is gewoon echt belangrijk om je verantwoordelijkheid te nemen in het verkeer. Ja, en wat zij dus en wat Tanna ook gewoon zegt. Niet je verantwoordelijkheid zomaar naast je neerleggen. Ja, wat zij wel doet. We don't wanna die. De meid van de feit. Meid van de feit deze week is Phoebe. Nou, wat ik me dus echt al jaren afvraag, en ik hoor daar heel verschillende geluiden over, is of je nou als je drankjes mixt, of dat effect heeft, of gewoon als je nou tequila drinkt, of je daar op een andere manier dronken van wordt dan bijvoorbeeld wijn of een biertje. Ik denk dus van wel, want... Je bedoelt toch gewoon dat je dan bijvoorbeeld tequila na bier drinkt of zo, dat dan misgaat? Ja, niet alleen dat, maar ook gewoon heeft het effect als je... Word je op een andere manier dronken van verschillende soorten alcohol. Dus nou ja, als je de hele avond bier drinkt, word je dan anders dronken als je de hele avond wijn drinkt. Ja, inderdaad. Ik bedoel niet sneller dronken, maar echt. Oh, ze anders. Zeggen dus dat je inderdaad dat je anders... Bijvoorbeeld mensen zeggen, oh, ik word altijd zo wild van tequila. Ja, dat heb ik ook wel. Als ik vodka drink, dan sloop ik het in maar huis. Maar of is dat dus placebo? Ik denk dat placebo is. Ja. Nou, ik heb dus één keer gehad dat ik heel veel vodka had gedronken. En dat ik toen met een vriendin, het was in een van mijn eerste kamers in Arnhem. En toen ik had van die hele lelijke lampenkappen. Dezelfde van de IKEA. Die heb ik daar afgetrokken en op mijn hoofd gezet. En eentje aan mijn been gedaan. Nou, dat zou ik nooit doen. Nee, maar ik denk dat placebo is. Ik denk, ja, ik weet niet. Misschien wel, ik was toen nog jong. Ik heb het opgezocht. Even snel tussendoor. In dit artikel wordt gerefereerd dat ze een telefoontje hebben gepleegd naar het Trimbos Instituut en Jelinek. En zij kwamen met hetzelfde antwoord, namelijk dat het effect dus psychologisch is. Ah. En dus het heeft allemaal met associatie te maken, eigenlijk. Dus is dat echt zo? De bijdrage van andere stoffen of ingrediënten is echt zeer beperkt. Oké. Dus je kan alles door elkaar heen drinken, maar je hebt toch ook als je bier na wijn drinkt? Zeg maar zogenaamde foezels, dus dat zijn eventuele bijproducten van het gisten van alcohol op hoge temperatuur, zoals butanol of propanol. Oh ja. Zouden namelijk voornamelijk bijdragen aan een heftige kater en niet zozeer aan een andere ervaring. Oh ja. Want ik merk wel verschillende katers qua verschillende alcohol wat ik drink. Want voor mij gevoel is mijn kater erger dan vodka. Dronken zijn, zeg maar, dat valt dan heel erg mee. Of het zit tussen je oren. Je bent allebei even dronken. Ja. De kater komt later. Precies. Nou jongens, dit was hem weer. Bedankt voor het luisteren. En nou, proost. 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 Podcast Proost.